AI is voor Albert Heijn heel belangrijk. Ten eerste omdat wij het over ontzettend veel verschillende producten hebben die we besturen. We hebben meer dan 1000 winkels, we hebben 15.000 artikelen in iedere winkel, dus we hebben 15 miljoen verschillende schappen. Daar is het super belangrijk voor om die heel goed te kunnen besturen. Daarnaast, vanuit onze missie, samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen, willen wij ook de wereld een beetje beter achterlaten. Dus we willen onder andere minder voedselverspilling en daar helpt AI ons enorm bij. En dat begint voor ons al met de juiste voorspelling maken. 15 miljoen keer moeten wij de beslissing maken, wat brengen wij naar die winkel? En daar gebruiken wij AI voor, om ten eerste de allerbeste voorspelling te maken. Dus wat verwachten wij te gaan verkopen? En als we dat weten, kunnen we bepalen wat gaan we dan brengen naar die winkel toe. Waar wij AI gebruiken is voor al die 15 miljoen winkel-artikelcombinaties, dus ieder product in iedere winkel, moeten we voorspelling maken. Maar er zitten allerlei trends onderhevig, met bijvoorbeeld wat er in promotie is, wat het seizoen is. En dat kunnen wij niet met het handje meer overzien van wat er gebeurt. Dus daar hebben wij gewoon slimme forecastmodellen nodig, die weten, oh, maar als het 30 graden is ineens in september, dan gebeurt er iets met het gedrag en dat is anders dan wanneer het 30 graden is in juni. Nou, de mens die kan dat eigenlijk niet meer overzien, maar die AI-modellen hebben daar steeds beter grip op van hé, maar wat is nou de juiste combinatie van effecten en wat gebeurt er met dat klantgedrag, zodat we ook de juiste hoeveelheid naar de winkel kunnen brengen. Zodat het beschikbaar is, maar we ook zo weinig mogelijk weggooien. Soms blijft er dan toch nog wat over. Dan doen we het bijvoorbeeld in een overblijversbox of het gaat naar de voedselbank. En we hebben daar ook nog een heel mooi algoritme, dat heet dynamisch afprijzen. En dat betekent eigenlijk dat we het voor onze klanten interessanter willen maken, aantrekkelijker willen maken om iets met hoge korting te kopen. Dus een artikel dat vandaag over de datum gaat, gaan we gedurende de dag steeds meer afprijzen. We beginnen op 25%, gaan dan naar 40 en 70. Dus de medewerker scant het artikel en vanaf dat moment neemt het algoritme van de medewerker over en bepalen wij centraal wat de afprijzing gaat worden. En op die manier hopen wij dat het voor klanten aantrekkelijker is om artikelen te kopen die bijna over datum gaan, zodat we voedselverspilling samen kunnen voorkomen. Onze keten is eigenlijk één groot geheel en dat start eigenlijk alles start bij de voorspelling die we maken. Dus wat verwachten we voor iedere winkel, voor iedere dag van ieder artikel te verkopen? Dat voorspellen we meer dan 5 weken vooruit. Dat betekent dat we bijna 1 miljard voorspellingen maken per dag. Dat is echt een mega groot aantal. Nou, die voorspellingen gaan eigenlijk de hele keten door. Die komen ook uit bij de leveranciers, zodat de leverancier weet wat moet ik gaan brengen en produceren. En zo gaat het vanuit de boer naar de leverancier, het gaat naar ons distributiecentrum en eindigt uiteindelijk hier in de winkel. En daar is die AI zo belangrijk voor, want er zijn er zoveel stappen in. We moeten echt altijd zorgen dat we de juiste spullen brengen. Dat we niet te veel brengen, zodat we geen verspilling hebben, maar wel altijd een vol schap hebben. Nou, de start van de planning dat begint eigenlijk al een half jaar of een jaar voordat het product verkocht wordt in de winkel. Dan proberen we te forecasten hoeveel we gaan verkopen per product per week. En uiteindelijk, naarmate we korter op de kist komen, sturen wij op basis van bijvoorbeeld het weer. En als het weer nou heel mooi is, dan heb je een planning gemaakt bijvoorbeeld voor een meloensalade. Maar dan wordt het heel warm, dan ga je in één keer 30% meer verkopen. Dus dan sturen we bij op basis van de meest recente weersberichten. Nou, een mooi voorbeeld was de warmte die afgelopen september opeens kwam. Het was heel augustus, eigenlijk slecht weer. Dus we waren onze arbeidspoel al een klein beetje aan het afschalen. Toen in één keer werd het heel mooi weer en dan gaat de vraag naar fruit die explodeert in één keer 40-50% omhoog. En dan moet je dus in een paar dagen tijd heel veel extra mensen hebben die ook ingewerkt zijn om het fruit te kunnen snijden en verpakken. En dat is wel een flinke uitdaging. Het meest complexe aan AI is denk ik het goed begrijpen wat er gebeurt en dan signaleren, oké, hier kan ik het model vertrouwen en hier moet ik als mens ingrijpen, want nu gebeurt er iets geks. En alles wat het model niet kan weten, voegen zij informatie toe. Nieuwe producten, waar we geen geschiedenis van hebben. Ja, iemand moet dat model vertellen van, hé, maar oké, dit is even de aanname waar je mee moet starten en dan kan dat model weer verder leren. Of, hé, dit is een eenmalig iets. We doen bijvoorbeeld een actie met inzamelen voor de voedselbank op zaterdag. Ja, dat betekent niet dat volgende week zaterdag we weer die producten verkopen. Dus alles wat het model niet kan weten, dat voegen wij toe. En voor de rest is het zoveel mogelijk model en systeem gestuurd.
Nou, het leukste van ons werk, dat is eigenlijk hoe zorgen wij dat die voorspellingen iedere keer beter worden. En dat noemen wij machine learning, eigenlijk gewoon in het Nederlands lerende machines. En ik denk dat ik dat het beste kan uitleggen als je kijkt naar als je zelf gaat koken. Bijvoorbeeld voor het eerste keer ga je Italiaans koken, dan ga je een recept volgen. En dat recept staan precies de stappen die je moet nemen. En de eerste keer, tenminste ik doe dat dan, dan ga ik ook echt het recept volgen, want ik heb geen idee wat ik moet doen. Als je dat dan vaker maakt, dan ga je vanzelf leren welke smaken erbij horen. Voeg een beetje basilicum toe, een beetje peperzout, een tomaatje. Nou, eigenlijk is dat wat onze modellen ook doen. Dus de eerste keer vertellen we, als het 30 graden wordt, dan moet je meer ijsjes gaan voorspellen. En wat die machines daarna, dan vertellen we ze, nou, ga nou zelf leren. Ga op zoek naar patronen in die data. Bijvoorbeeld, als het lekker weer wordt, gaan mensen hamburgers kopen. En ook broodjes om bij de hamburger te eten. Nou, in ieder geval werken we nu met een bakplan. En voorheen, vroeger... deden werknemster of werknemer zelf. Ik bak zoveel pistoletjes, zoveel stokbroden. En nu gaat het aan de hand van historie qua verkoop. Geven ze van tevoren aan hoeveel je moet bakken. Nou, we gaan niet klakkeloos om met die voorspellingen, maar wel voor 90%. Maar als het Koningsdag is of als er een feest is en er spelen dingen in de omgeving, ja, dan anticiperen we daar wel op uiteraard. En met AI zien we eigenlijk dat AI maakt dingen wat slimmer. Maar betekent niet dat mensen volledig verdwijnen. We hebben ze zelfs echt nog hartstikke hard nodig. Want soms weten de mensen het gewoon beter dan onze modellen. Mensen zijn bijvoorbeeld op de hoogte van lokale events. Nou, we staan hier in Zaandam, daar is de Dam tot Damloop. Dan zijn de medewerkers op dat moment beter in staat om bijvoorbeeld te weten welke broodjes ze moeten bakken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor onze voorspellingen. Ook daar is de mens nog steeds nodig om mee te kijken van werkt het nou zoals we het verwacht hebben. Bijvoorbeeld houden onze modellen goed rekening met wat wij noemen het back-to-school effect. Als de kinderen weer naar school gaan, dan gaan er weer meer pakjes melk verkocht worden, meer brood. Ja, hebben de modellen daar nog goed rekening mee gehouden? En daar is de mens nog steeds super belangrijk voor. Dus het algoritme bepaalt het, de mens kijkt mee. Ik vind het echt heel goed, want we gooien gewoon veel minder weg 's avonds. Je merkt echt het verschil dat dingen bepaald worden en ook gewoon op waarheid bepaald worden. Dus dat is perfect. We zetten AI op heel veel plekken in. Ik denk nog een ander leuk voorbeeld is tetrissen. We tetrissen eigenlijk heel leuk. Ik vond het als kind altijd heel leuk om te tetrissen. Nou, we beleveren iedere winkel iedere dag. Dus 1000 winkels worden iedere dag beleverd. Dat betekent dat er heel veel vrachtwagens op de weg zijn. En wat we heel graag willen is dat die vrachtwagens zo vol mogelijk zijn. Dus eigenlijk is dat een soort tetrisspel. Want hoe voller die vrachtwagens zijn, hoe minder vrachtwagens we nodig hebben, hoe meer CO2 we besparen en hoe efficiënter we ook rijden. Dus dat betekent dat we niet alleen de vrachtwagen vol tetrissen, we tetrissen ook alles wat wij een ladingdrager noemen, dus de wieltjes die in de vrachtwagen gaan. En zelfs de dozen en de kratten die daarin zitten, die tetrissen we helemaal vol en daar gebruiken we AI voor. Dus onze AI, 3D, modelleert alles. Zodat we precies weten dat we zo vol mogelijk alles gaan brengen. Nou, bijvoorbeeld met de meloenen. We hebben meloenen Galia. Meloenen kent iedereen denk ik wel. Die worden het beste verkocht. Dus daarom brengen we die ook met 12 tegelijk naar de winkel. In een hele grote doos of een heel groot krat. En deze meloenen verkopen we wat minder. Daarom willen we er niet gelijk 12 brengen, maar bijvoorbeeld maar 4. Want anders zou je er 8 weg moeten gooien. En dat is natuurlijk super zonde. Dus als je uit kan rekenen hoeveel je er echt verkoopt en zo min mogelijk lucht vervoert, kom je tot een kleinere verpakking, maar genoeg voor de klant. Ja, op het hoofdkantoor rekenen ze dat uit met bepaalde modellen. En die gaan ook naar de leverancier. En dat is allemaal gebaseerd op het klantgedrag en de verkoop. Dus daar wordt dat ook uitgerekend en daar komt een bepaalde waarde uit. En die bepaalt eigenlijk hoe onze kratjes eruit zien. Wat ik van de AI vind is dat het echt een fantastisch hulpmiddel is om het steeds slimmer te maken, die keten steeds slimmer te maken en daarmee ook minder te verspillen. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet er heel veel tijd en energie in steken omdat het ook echt in de praktijk bruikbaar is dat het AI-product zo goed wordt als dat je van tevoren bedenkt dat het goed is. Dus ja, er moet ook gewoon heel veel energie in. Ik denk dat we in de toekomst nog heel veel AI kunnen doen. Zeker bijvoorbeeld als het gaat om generative AI, dat is een ietsjes nieuwere term. Die bestaat, daar doen we al wat mee. Dus bijvoorbeeld, je kunt in onze Albert Heijn app, in het beta-hoekje kun je een recept scannen, dus van een kookboek. En die vertaalt dat dan heel mooi voor jou naar een boodschappenlijstje. Nou, als ik dan even verder mag dromen, het is er nog niet, maar in de toekomst wellicht wel, is dat je bijvoorbeeld een foto kan maken van producten die je thuis over hebt. En dat Albert Heijn jou dan helpt, maak een foto en Albert Heijn geeft je dan een recept wat jij kan maken van producten die je anders zou hebben weggegooid. Nou ja, daar gaat mijn hart snel van kloppen. En dat zou wel voor mij een droom zijn, om dat soort dingen te kunnen ontwikkelen. Ik word dus heel blij dat dit gewoon lukt. Ja, ik ben ook een klein beetje een data-nerd. Dus ik vind het geweldig dat wij met wiskunde gewoon in staat zijn om gewoon zo'n impact te maken op dit soort duurzaamheid. Dat we gewoon
we gooien gewoon minder eten weg, veel minder, miljoenen kilo's, omdat wij onze algoritmes erop zetten. Ja, dat is toch gewoon gaaf als je dat mag doen als data scientist. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kickstart AI. The future of AI is orange.